Ook in onze regio is de PVV in de meeste gemeenten als grote winnaar uit de verkiezingen gekomen. Alleen in Nijmegen, Heumen en Mokermiddelaar gaat GroenLinks PvdA aan kop. Wat vindt u van de uitslag? Geweldig. Ja? Weet je wat het is? Nog gaat er weer eens een keer een andere wind waaien. Ja, verrassend. Ja, heel verrassend. Ja? Ja. Ja, wat ons betreft heel goed. Er moet een omslag komen, denk ik. En er moet wat veranderd worden, bestuurlijk gezien in Den Haag. Ja. En dat al die egootjes even opzij gezet worden en dat het land goed bestuurd wordt. Ja. Of je nu links of rechts hebt gestemd, bijna iedereen werd wel verrast door de enorme winst van de PVV. Geert Wilders gaf zijn concurrenten woensdagavond al direct het nakijken toen de eerste exit poll bekend werd. Inmiddels staat de partij op 37 zetels, wat nog maximaal 2 zetels kan afwijken van de uiteindelijke uitslag. Uiteraard kijken we even naar de verkiezingsuitslag per gemeente in onze regio, maar we beginnen met het opkomstpercentage. Landelijk leek de opkomst licht tegen te vallen met 77,8%. Als we kijken naar onze regio valt het allereerst op dat de opkomst in alle gemeenten hoger ligt dan het landelijke gemiddelde. De laagste opkomst vinden we in Nijmegen, waar 78,4% van de stemgerechtigden naar het stembureau is geweest. De hoogste opkomsten zijn respectievelijk weggelegd voor Westmaas en Waal met bijna 84%, gevolgd door Heumen met ruim 85% en bovenaan de gemeente Mokermiddelaar met een opkomst van 86,6%. Dan kijken we even naar de uitslagen per gemeente. Dat doen we aan de hand van de 5 hoogste scorende partijen en daarbij het percentage kiezers dat op die partij heeft gestemd. We beginnen bij de gemeente Bergendal. Zij representeren eigenlijk keurig de landelijke uitslag. Ruim bovenaan staat de PVV, gevolgd door GroenLinks PvdA en de VVD. De 4e en 5e plek zijn ook hier voor NSC en D66, hoewel de sprong naar de laatstgenoemde wel erg groot is. Dan gaan we naar Beuningen. Ook zij hebben overeenkomsten met de landelijke uitslag, behalve dat GroenLinks PvdA hier niet 2e, maar 4e is geëindigd. En verder kloppen de percentages aardig met wat we landelijk zien. Dan Druten. Die uitslag lijkt veel op die van Beuningen, maar ook GroenLinks PvdA op 4. Enige verschil hier is dat de top 5 niet wordt afgesloten door D66, maar door de boerenburgerbeweging. De volgende gemeente is Heumen en daar zien we dan wel weer een ander overzicht dan tot nu toe. In Heumen is men duidelijk wat groener gestemd. Bovenaan staat hier GroenLinks PvdA met een minimale voorsprong op de nummer 2. 20,2% tegenover 20% voor de PVV op nummer 2. Ook Mokermiddelaar stemt vrij links. Hier staat ook GroenLinks PvdA bovenaan, gevolgd door de PVV op 2. En het verschil is in deze gemeente ook klein. 21,9% tegenover 20,2%. Dan komen we aan bij Nijmegen. Die gemeente staat natuurlijk altijd al wel bekend als een linksbolwerk en ook deze keer maken ze dat waar. 34,8% van de stemmen is hier voor GroenLinks PvdA, waarmee zij de grote winnaar zijn. Toch heeft de PVV het ook in Nijmegen tot de tweede plaats geschopt, hoewel het percentage met 14,1% wel een stuk lager ligt. Verder vinden we D66 hier op de derde plaats, iets wat je in andere gemeenten niet snel ziet. Door naar Overbetuwe, ook daar is de PVV het grootst met 24,8%, gevolgd door VVD, GroenLinks, PvdA en NSC. Vrijwel hetzelfde geldt voor Wijchen, alleen hebben ze daar NSC iets hoger staan met ruim 14% op nummer 3. En tot slot komen we bij de gemeente Westmaas en Waal. Ook daar heeft de PVV met afstand de koppositie te pakken, gevolgd door de VVD en NSC. Vandaag worden alle stemmen in Nijmegen opnieuw geteld. Gisteren zijn alle stemmen al op partijniveau geteld en vandaag gaan ze alles nog een keer tellen, dit keer op kandidaatniveau. In de Jan Massinghal kan iedereen langskomen om een kijkje te nemen bij het telproces. Nou, wij zijn hier vandaag dus alle stemmen aan het tellen van alle stembureaus in Nijmegen. En dat is de centrale stemopneming. En op de woensdagavond zijn op alle stembureaus de lijsten uitgevouwen en gesorteerd door partij. En daarbij geturfd, dus we wisten per partij hoeveel er waren. Dat gaf de voorlopige uitslag. Maar hier gaan we nu alles eigenlijk opnieuw tellen en dan op kandidaatniveau. Nou, het gaat heel erg goed. Het wordt allemaal strak georganiseerd en er zijn allemaal duidelijke instructies. Wij zijn voor de eerste keer aan het tellen. En nou, we beginnen net een beetje de handigheid erin te krijgen. Ja. Ja, dus nu tellen we op kandidaatniveau. Gisteren was er op partijniveau geteld. En ja, dus nu worden de laatste dingen geteld.
ja, inderdaad alles controleren, alle stemmen goed zijn. Gisteren natuurlijk op partijniveau is al geteld. Dus we krijgen een mooi rolletje aangeleverd voor de partij. En dan ja, op kandidaatniveau tellen. En dan ja, met het vier ogen principe elkaar ook controleren. Met zoveel stemmen die geteld moeten worden, heeft iedereen een duidelijke taak. We hebben 23 telploegen van 7 man. Dat zijn 6 tellers en 1 telleider. Die telleider vult uiteindelijk het proces verbaal deel B in. Waarin er totaaltellingen in zitten en de detailtellingen. Dan hebben we daarnaast nog een organiserende groep die uiteindelijk de procesverbalen allemaal controleert. En als er verschil bestaat tussen het aantal biljetten en het aantal toegelaten kiezers, dan worden de stempassen, de machtigingen en de kiezerspassen nog een keer herteld. Nou, wij zijn vandaag geloof ik een beetje vliegende kiep. Want we zijn nu in deze tafel ingedeeld. Maar net zaten we aan een andere tafel en daar waren we stempassen aan het tellen. Dus je weet ook niet hoe zo'n dag verloopt. Maar er is daar een soort van voorzitter. Die houdt overzicht over alle tellers. Dus iedereen heeft hier vandaag zo zijn eigen taak. Het telproces is openbaar voor iedereen. Dus iedereen mag komen kijken. Mits het telproces niet verstoord worden. Dus we begeleiden de kijkers als ze er zijn wel met in de ruimte hier. Dat ze verder geen kwaaie bedoelingen hebben. Maar dat is over het algemeen is niet zo. Dus ja, het is openbaar terrein. Nu, vandaag. Tot nu toe verloopt het telproces heel soepel. En kunnen de tellers er nog wel even tegenaan? Nou, op zich verloopt het soepel, ja. Het is wel als je zo'n hele grote lijst hebt. Je moet hem tellen, hè. Dus de kans groter dat er ergens een foutje in zit. En als je pech hebt, moet je hem nog een keertje doen. Dus ja, dat kan nog wel eens gebeuren. Nee joh, we zijn nog hartstikke fris en fit. En we kunnen nog wel even door. Ja, nog wel ja. Dus misschien eind van de dag dat het wat minder wordt. Maar ja, dan gaat het misschien iets langzamer. Maar ja, uiteindelijk komt het toch wel goed. In Druten zit door het hoge water al een aantal dagen Oekraïense vluchtelingen vast op hun opvangschip. Verwacht wordt dat ze het schip zaterdagochtend pas kunnen verlaten. Dat meldt de gemeente Druten. Omdat de ligplaats aan de Veerdam is ondergelopen, is het opvangschip al sinds maandagavond onbereikbaar vanaf de vaste wal. De Veerdam is door de gemeente afgezet en wordt beveiligd. Om gevaarlijke situaties te voorkomen mag niemand de kade op of af. En een soortgelijke situatie bij de Bisonbaai in Ooi. Een kudde koninkpaarden staan op het eiland omringd door het hoge water. Gevaarlijk is het niet volgens Tanja de Bode van Free Nature, de eigenaar van de paarden. De paarden staan op droge grond en ze kunnen nog 1,5 meter stijging hebben. En dat komt er niet meer, want het hoogste punt is inmiddels bereikt. Indien nodig kunnen de paarden nog door het water naar andere delen droge grond lopen. Droom, een organisatie die zich inzet voor een goede leer- en werkomgeving voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, heeft net een nieuwe locatie geopend. In de Stevenskerk zit nu een horecagelegenheid waar iedereen welkom is voor een lekker kopje koffie. Ja, we zitten in een van de nieuwe kapellen, of beter gezegd de gerestaureerde kapellen van de Stevenskerk. Die had in de plannen een bestemming horeca. En we hebben droombereid gevonden om die horecafunctie hier in te vullen. Zeker, we zijn heel erg trots op dat we op deze locatie een mooi welkom mogen openen. We zijn sinds vorige week donderdag officieel geopend. En je kan bij ons terecht voor een kop koffie, voor iets lekkers erbij. Onze beroemde appeltaart kun je natuurlijk verkrijgen. En dat allemaal in deze hele mooie ambiance waar heel veel gebeurt. 7 dagen in de week zijn we als kerk open. En ook 7 dagen in de week kunnen mensen hier in de kerk voortaan koffie drinken en appeltaart eten. Droom is een organisatie die staat voor inclusiviteit en natuurlijk lekkere koffie en appeltaart. Ja, heel veel mensen kennen ons van de appeltaart. Omdat we die heel veel verkopen aan allerlei horeca, hier ook in Nijmegen. Maar eigenlijk onze core business is het ontwikkelen van mensen, vakvaardigheden in de horeca in dit geval. Daarnaast zeg ik ook altijd, komen is ook gewoon horeca, want de gast staat bij ons op 1. Want de koffie moet goed zijn, de appelgebak moet goed zijn, anders komen mensen niet terug. Maar ja, onze focus ligt in het opleiden en ontwikkelen van mensen die niet zonder ondersteuning mee kunnen in het reguliere arbeidsproces. Dus we zijn ook een gebouw van de toekomst. En we zijn heel erg druk bezig om dat idee inhoud te geven. De Stevenskerk het kloppend hart van de stad te laten zijn. En het gebouw open te stellen voor iedereen. En daar past dit initiatief heel erg in. Vooral ook de samenwerking met Droom natuurlijk. Omdat ja, hun verhaal is ook, we zoeken naar inclusiviteit. We willen iedereen erbij betrekken.
ook al heb je wat afstand tot de arbeidsmarkt, ook jij kan werken. Deze samenwerking is pas kort geleden tot stand gekomen. Pas eigenlijk sinds halverwege april werden wij benaderd door de Stevenskerk. En de directeur vertelde mij hoe de Stevenskerk eigenlijk al 750 jaar lang een rol heeft voor iedereen hier in de stad en daaromheen. Als verbinder, als middelpunt. En voor de aankomende 750 jaar daar ook eenzelfde functie aan wil geven. Ja, we hebben net ons 750-jarig bestaan gevierd inderdaad. En de leuze daarvan was al 750 jaar hart van de stad. Nou zijn we niet een gebouw van het verleden alleen. We hebben 150.000 bezoekers die hier elk jaar komen kijken naar het gebouw en naar proberen de geschiedenis van het gebouw te beleven. Maar we hebben ook nog een enorme toekomst voor ons. Ik zeg altijd, we zijn waarschijnlijk een van de weinige gebouwen die over 750 jaar nog steeds in Nijmegen staat. Het was vandaag wederom een grijze dag. Het bleef gelukkig wel droog, maar vanavond kan er plaatselijk toch wat regen vallen. Morgen wordt een vrij frisse dag met af en toe een bui die ook winters van karakter kan zijn. Het wordt dan maximaal 8 graden. In het weekend neemt de buienkans langzaam af. Zaterdag is er nog een mix van enkele buien en zonnige momenten, maar zondag zal het voornamelijk droog blijven. Wel wordt het dan nog ietsje frisser met zo'n 7 graden. In de nieuwe week wordt het nog frisser en wordt de kans op buien weer groter, maar of dat ook betekent dat er sneeuw gaat vallen is nog vrij onzeker. Tot zover het RN7 Regio Nieuws van donderdag 23 november. Kijk voor het laatste nieuws op rn7.nl en volg ons ook even op de sociale media via RN7 Online. Morgen zijn we weer bij je terug. Graag tot dan.